En hoeveel flesjes, Gerard? Hoeveel? We maken er vandaag 6000 flesjes klaar voor de bruine vlok. En hoe smaakt dit biertje? Heerlijk. Goed zo. Nou, ik hoop dat ze allemaal verkopen. Ja, dat moet. Genodigde en vertegenwoordigers van de pers. Allereerst wil ik u mede namens brouwbaas Gerard van harte welkom heten op deze unieke plek aan de Willemshaven, het Brouwersdorp. Laat ik maar eens beginnen met een gemeenplaats. Het zijn barre tijden. Vanaf 15 maart tot 1 juli kon er niet gevaren worden. En schippers en boekingen vervielen massaal. Maar schippers zitten niet stil en overal klonk het roestbikken en schuren. En tegelijkertijd werden de meest inventieve plannen en tekeningen losgelaten op de schepen. De anderhalve meter doctrine. Echter, er werd niets verdiend. Vanaf 1 juli mocht er weer gevaren worden, maar wel met veel minder gasten dan de capaciteit en met een armzalig verdienmodel. De anderhalve meter was voor sommige schepen echt niet te accommoderen. Die lagen dus stil. Dames en heren, schipper en onderneming zijn één. Verbonden door de liefde voor het schip en de zaak. En het vak. En voor velen dreigt een noodlottig einde. Want in menige sector is het, als een bedrijf in de problemen komt, vallen en weer opstaan. In de zeilchartervaart is het definitief voorbij. Het schip is voorgoed verloren. En daarom wordt er bij allerlei instanties en organisaties aan de bel getrokken. Overheid, gemeente en soms een provincie. Maar de gemeente Harlingen was de eerste die vrijstelling verleende van haven- en kadergelden. En we danken onze gemeente ook voor het starten van een onderzoek naar een vorm van steun voor de vloot. We hopen dat dat proces weer snel op gang mag komen. En daarnaast biedt de gemeente ook kosteloos acuut bedrijfskundig advies aan degene die daar om vragen. Omdat de vloot en zijn vaargasten veel bijdragen aan de economie van de stad en ommeland, spreek ik altijd graag over wederkerigheid. En wanneer de ene economie afzwakt, zal de ander er altijd ook onder lijden. En daarom heeft het VBZH contact gezocht met het bedrijfsleven. Dat zal enige tijd nemen voordat daar handjes en voetjes aan gegeven is. Maar de aandacht was getrokken en het eerste vonkje sloeg snel over. Brouwbaas Gerard kwam met het idee om de vloot te helpen door een speciaal biertje te brouwen. En hij had volgens mij de naam al eerder in zijn hoofd dan het recept. Red de vloot. Dat is het eerste biertje, Red de vloot. En ik wil eerst even de wethouder nog het woord geven voordat we echt tot het unieke, fenomenale moment overgaan. We kunnen allemaal wel bevestigen wat Paul hier schetst. En vanuit gemeenteperspectief is natuurlijk de vloot voor Harlingen uiterst belangrijk. We zijn ook de grootste charterhaven inmiddels van Nederland. En voor het zicht van de stad, maar ook de economie, daar hebben we ook eens onderzoek naar gedaan, dat iets van 10 à 11 miljoen binnenkomt via de chartervloot. En ook veel overnachtingen zijn via de chartervloot. Dus het is voor Harlingen heel belangrijk. Paul had het over het onderzoek naar een noodfonds. Nou, dat hebben we dus eventjes stilgezet toen het bericht kwam uit Den Haag dat er 15 miljoen loskwam. Maar wat je nou ziet gebeuren, ja, dat was wel een beetje te voorspellen, maar dat baart ook wel wat zorgen, is dat nou voor allerlei clubs zich naar Den Haag spoeden
om daar een graadje van mee te pikken. Dat is op zich begrijpelijk, alleen het is niet echt, het doet een oplossing niet dichterbij komen. Want het doel was om die vloot te behouden, die historische vloot. En we moeten dus nu echt oppassen dat er geen verdeeldheid gaat ontstaan, dat er allerlei belangengroepen ieder voor zich proberen wat van die 15 miljoen naar zich toe te trekken. We moeten ook voorkomen dat er een soort onder de dijk, boven de dijk scheiding komt. Dus, de oproep is ook, beetje via de pers, dat we een eenduidige lijn krijgen en duidelijk voor ogen hebben wat we willen. En dat het niet allemaal versplinterd in dat elke pierenmogochel zich meldt, apart, omdat die ook geld wil. Of dat gemeentes gaan opperen om het fonds te gaan gebruiken om ter compensatie van gereduceerde haven- en kadergelden. Zo zit Harlingen er niet in. Dat is ons probleem. Dat fonds, in mijn optiek, moet ertoe dienen dat die vloot blijft varen. Goed, daar gaan we het over hebben. Ik heb ook contact met, bijvoorbeeld, Paul had het al over het bedrijfsleven. Ik heb ook contact met Lex Tichelaar, die daar flink mee bezig is. En we moeten echt goed gaan nadenken hoe zo'n fonds eruit moet gaan zien. Dat zou een gemeenschappelijk fonds kunnen zijn, een soort garantiefonds. Waarbij de markt toch ook nog zijn werk doet. Want zeg maar, willekeurig geld weg gaan geven, dat gaat er vermoedelijk niet worden. Dan spat alles uit elkaar. De crisis duurt voort. Dus sowieso zou ik willen afsluiten met jullie alle sterkte te wensen. En hopen dat het in de tussentijd, voordat er een definitieve oplossing is, dat je het wel op de drijven haalt en vragen haalt. Dus alle succes daarmee gewenst. Tot zover. Dank u wel. En zoals ik al zei, het eerste effect gaan we vandaag beleven. Dus ik wou met dank aan Gerard voor zijn idee en voor al hetgene wat hij inmiddels al gedaan heeft om ons in staat te stellen om hopelijk met veel succes het bier te gaan verkopen. Ik wil de wethouder het eerste biertje aanbieden. Ik heb ook boven natuurlijk. En ja, dat komt. Ja, ja, kan het er allemaal op? Maar wel een proost. Ja, zo. Ja, oké. Ja, zo. Wel even een flesje naar me toe brengen. Deze, ja? Etiket mooi naar voren. Ja, dat doe ik wel. Oké. Nou, proef maar. Ja. Even nippen? Nee. Nee. niet drinkend op de foto. Niet drinkend op de foto. Ja, hij mag wel, ik niet. Ja, oké. Okay. Ik ga zo wel proeven hoor. Maar niet op de foto. Maar niet op de foto. Mooi zo. En dan niet stiekem wel doen. Je kan. Wij hebben ook een zware coronatijd gehad. Wij zijn ook 3 maanden dicht geweest. En in 3 maanden dat wij dicht waren, kregen we ook hulp van Harlingen bedrijven. Het schildersbedrijf die leverde de verf. We kregen een schaarhoogwerker van WR Unit. We kregen hulp van Nesta Shipping. Dus ook heel veel hulp van Harlingen bedrijven. En ik denk, dit is ook de taak voor mij nu. We hebben een goede zomer gedraaid om nu het balletje ook door te geven. En het is ook onze taak om ook anderen te helpen. En wij zeggen, om te kunnen groeien, moet je ook geven. En bij deze. En ik hoop dat het succes wordt. Proost!